Het is een bijzonder gezicht. Twee mini-paardjes die door het UMCG wandelen. Marjan bezoekt elke maand met Binky en Cody het Beatrix Kinderziekenhuis. Ik kom oorspronkelijk uit de zorgweg. En toen ik altijd aan bed stond, heb ik ooit bedacht toen ik aan bed stond van ik wil dit ooit gaan doen met mijn paardjes. Nou ja, zo is het gebeurd. Zo gaat het nu. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Wil je ook borstelen? Jij ook. We hopen dat we kinderen gewoon wat kunnen laten ontspannen. En kinderen die hier komen, die moeten vaak van alles in het ziekenhuis. En een van de dingen die we hier doen, die we heel belangrijk vinden, is de stress bij kinderen in kaart brengen, spanning in kaart brengen en proberen die stress te verminderen. Maar het is net zo belangrijk om daar buiten in het ziekenhuis ook die momenten te creëren waar kinderen kunnen, even kunnen ontspannen, even in die andere bubbel kunnen zijn. En ik denk dat de mini-paardjes die er vandaag zijn, daar een enorme bijdrage aan leveren. Dit is Binky. En deze kleine meneer heet Cody. We komen eigenlijk één keer per maand. En als wij komen zie je ook dat de kindjes vaak al klaarstaan. En net was er bijvoorbeeld ook een dame. En de dame gaf aan hier al een aantal weken te liggen. En echt uit te kijken naar ons bezoek. En ja, dat is dan fantastisch als je ziet wat het dan met de mensen doet. Of met de kinderen in dit geval. En de dame gaf ook aan, het meisje gaf ook aan dat ik niet alleen haar dag had gemaakt, maar haar hele week had gemaakt. En dat zijn geluksmomentjes. En dat zorgt er dan ook voor dat ik zelf ook meermaals met kippenvel op mijn armen sta van, wat gebeurt er nou eigenlijk? Of wat doen de paardjes met de mensen? Ja, we horen heel veel positieve reacties terug van kinderen zelf, van ouders ook. En heel praktisch voorbeeld, we zien ook kinderen bijvoorbeeld hier naartoe komen. Die hebben op dit moment bijvoorbeeld een afspraak in het ziekenhuis waar ze soms ook wel wat tegenop kunnen zien. En deze mini-paardjes zijn. Je kan eerst nog even lekker knuffelen met die mini-paardjes. Je hebt even op een andere manier contact. We zien dan kinderen op een gegeven moment naar een afspraak gaan. Dan zien we ze weer terugkomen en dan is er een soort meer ontspanning. Als je om je heen kijkt wat het met de mensen doet. En om het mensen echt even een geluksmomentje te bezorgen. En even het ziek zijn te vergeten. En even alles te vergeten. Daarom is dit werk belangrijk.